is weer een goed blok. Nederland wint. Het Nederlands team heeft tot nu toe 4 wedstrijden gespeeld op het WK. 1 verloren en 3 gewonnen. En Oranje zit op schema. Nederland doet het heel goed, want ze hebben zich gekwalificeerd voor de volgende ronde. En daar mogen ze weer 4 wedstrijden gaan spelen. Om te kijken of ze vervolgens ook richting die finales mogen. Manon Vlier is oud volleybalster van Oranje en directeur van dit toernooi. Het ziet er nog fit uit, Manon. Ja. Ben je niet een klein beetje jaloers dat je niet een WK in eigen land als speelster meemaakt? Er gaat toch niks boven als speelster op zo'n groot toernooi in eigen land staan. Dus ja, toch wel behoorlijk jaloers, ja. Een WK in eigen land is voor het volleybal erg belangrijk. Het is toch weer dat, dat het op televisie komt, dat mensen erover praten. Dat het een kans is voor volleyballiefhebbers en sportliefhebbers om naar een wedstrijd te gaan. Ja, we hopen gewoon dat mensen een beetje motiveert om te gaan volleyballen zelf ook. Het toernooi wordt door Nederland samen georganiseerd met Polen. Hier in Nederland wordt er op 3 plekken gespeeld. Het Gelredome in Arnhem, de Ahoy in Rotterdam en de finales zijn in het Omnisport in Apeldoorn. In totaal zijn er 24 landen aan dit WK begonnen. Daarvan doen er na vandaag nog 14 mee aan de tweede ronde, waaronder dus ook Nederland. Duizenden fans komen naar de wedstrijden van Oranje kijken. Heel leuk! Omdat je dan gewoon zeg maar kan kijken en in andere landen doe je dat minder snel. Ja, dat maakt niet heel vaak mee volgens mij. Ik heb zelf al 2 keer in mijn stem naar de knoppen geschreeuwd dus. Maar ja, het was wel helemaal leuk. Ja. En Manon weet hoe dat voor de speelsters moet zijn. Dan wil je heel graag dat er op zo'n groot moment, wanneer iedereen er naar kijkt, alle ogen op je gericht zijn, dat het goed gaat. Dus dat levert wel wat extra spanning op. Deze middag is topfavoriet Italië de tegenstander. Vooraf is er nog wel hoop op de winst. Ik denk dat Nederland gaat winnen. Ik denk 3-1 voor Nederland, tenminste dat hoop ik. Ik denk dat ze goed gaan winnen hoor. Ja, ik hoop op een hele spannende wedstrijd. Maar helaas, de Italiaanse dames zijn net wat beter.